Er is ook een partij Zwarte Piet is Zwart. Wat is dat voor partij? Zwarte Piet is Zwart. <laughs> dat zal wel een dol succes worden, denk ik. Ook een typisch provinciaalse zaak. Met Verossum, kunt u mij horen? We zitten kleine week voor de verkiezingen. Dus wel leuk om vandaag een stemwijzer in te vullen met jou. Uh, idee van een luisteraar. Uh, en best wel aardig, omdat we dan meegenomen worden in jouw gedachtegang, uh, Maarten. Dus. Uh, dat gaan we zo doen. Uh, maar eerst een paar vragen van luisteraars. Joost die stuurt een bericht over een veel misvatting over kleurenblindheid, waar wij het vorige week over hebben gehad, toen jij vertelde dat je zo ja. dat heeft. Hij zegt het is, uh, een misvatting dat kleurenblind zijn, zou betekenen dat iemand in grijstinten ziet. De nee, meeste... Dat hebben we ook helemaal niet gezegd, toch? Ik kan me niet meer herinneren. Nee, dat hebben we helemaal niet gezegd. Ze zien kleuren anders, maar wel, wel doffer, niet, niet minder helder. De meest voorkomende vorm van kleurenblindheid is rood-groen kleurenblindheid. En dit komt het meeste bij mannen voor. In totaal hebben ongeveer 1 op de 12 mannen deze erfelijke ja. vorm van kleurenblindheid. Tegenover 1 op de 250 vrouwen. Terwijl hij zei van vrouwen die... Ja, dat dacht ik. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Maar die 1 op de 12 dan zie je dat, dat dat natuurlijk een relatief hoge frequentie is. Ja. Hij legt ook uit waarom het bij mannen vaker voorkomt. Dat heeft te maken met het uh, X-chromosoom. Ja, precies. Het wordt door de vrouwen doorgegeven. Dat is het aardig, maar de mannen hebben er last van. Ja. In tegenstelling tot mannen hebben vrouwen twee X-chromosomen. Zodat de recessieve afwijking bij kleurenblindheid bij vrouwen alleen voorkomt als beide X-chromosomen uh, het afwijkende gen bezitten. Ja. Dan hebben we hebben hier een moeder van drie jonge kinderen. Ze is 35. Ze luistert altijd tijdens de huishoudelijke taken. Zou graag meer willen weten, zegt ze, over de grote Amerikaanse filosofen van de 19e eeuw. Dus ze noemt bijvoorbeeld Waldo Emerson. Zou Maarten het leuk vinden om daar wat over te vertellen? zegt Anne Warring Ja, misschien wel, maar daar weet ik niks van. <laughs> dus okay. daar moet, moet ik aandacht aan gaan besteden dan. En dat, ik, ben, ik heb, een, zoals je weet, een kortsluiting voor filosofie. Dat levert, dat, ik denk altijd, goh, dat is interessant. Interessante vragen en zo. Het levert nooit iets op. <laughs> Even kijken. Dan hebben we hier iemand die heeft wat ingesproken. Dat is Janiek Ricky. Hij komt uit Amsterdam. Beste Maarten. Ik heb een vraag met betrekking tot de komende verkiezingen. Na het invullen van de stemwijze kreeg ik een afbeelding te zien met twee assen: één links-rechtsas en één conservatief-progressief-as. Wat opvalt, is dat er als het ware een diagonale lijn zit van links-progressief naar rechts-conservatief. Zou je kunnen uitleggen waarom rechts bijna altijd conservatief is en links bijna altijd progressief? Verder vroeg ik me af waarom er altijd zoveel economische standpunten zoals bruto binnenlands product worden aangekaart. En weinig over hoe het geluk, gemiddelde geluk van de mens is. Zou het niet beter af zijn als ze naar bruto geluksproducten over zouden gaan zoals ze in Bhutan doen? Uh, verder wil ik nog even kwijt dat ik het echt een top pod podcast vind. En ja, ik vind jullie echt een iconisch duo. Zo. In Bhutan gaan ze over geluk. Is, wist jij dat? Ja. <laughs> maar het probleem is dat dat niet meetbaar is. Geluk is niet meetbaar. Wat is geluk? Geen idee. Sommige mensen die vinden hun postzegels, het, het meest gelukkige wat er is. Ik kan doorstroomd worden van geluk. Als ik naar dat balkon zie, me stad te kijken de eerste keer dat ik het zag, dat ik denk: Jezus. Sowieso is dat iets wonderlijks. Al die schilderkunst die dus buiten de grote kunstgeschiedenis, kanon valt, is vaak fantastisch. Maar omdat je die kanon hebt, die een soort van raamwerk geeft, is alles wat er buiten valt, bijvoorbeeld uh, Van Mensel, ik weet niet hoe het tegenwoordig is met Van Mensel, maar goed, ik had nooit van hem gehoord en ik had nooit iets van hem gezien. En ik ben tegenwoordig, zou ik zeggen, Van Mensel hoort tot uh, de vijf grootste schilders van de 19e eeuw, zonder enige. Zonder enige twijfel. Um, nu dat bruto product, het blijkt in de praktijk is het zo dat er een vrij duidelijke correlatie is tussen bruto product aan de ene kant, zeg maar bruto gezinsinkomen aan de ene kant en, en geluk aan de andere kant. Als het bruto gezinsinkomen per, per de, de, wat ze eens wat zeggen, 100 dollar per jaar is, dan voel je wel dat die lijnen niet bijster gelukkig zijn. Terwijl als het je bruto gezinsinkomen in de orde van 50.000 dollar per jaar is, dan ligt dat anders. Dus die, die metingen zijn, het lijkt natuurlijk heel, heel materialistisch en, en kortzichtig om bruto product te meten. Sowieso is bruto productmeting al een hele lastige affaire. Wat neem je wel mee, wat niet? Hoe beoordeel je dat precies? Daar kunnen allerlei fluctuaties in zitten. Het wordt bijna altijd doorgerekend in dollars. Wat ook in allerlei opzichten misleidende effecten geeft. Dus ja, daar kleven bezwaren aan. Maar toch is het, het gemiddelde inkomen. Statistisch per hoofd van de bevolking. Een heel aardige indicatie of het in een land een beetje redelijk loopt, ja of nee. Er zijn uitzonderingen op de Verenigde Staten zelf. Door een hele, hele scheve inkomensverhouding. Uh, is, is daar een, een deel van de bevolking, uh, ja, dat is dan eigenlijk vrij beroerd aan toe. Terwijl het tegelijkertijd een schatrijk land is. Maar de meeste West-Europese landen zijn uh, democratisch en rijk. En dat heeft ook wel effect op de geluksmeting. Voor zover je geluk, want daar zijn ook allerlei complexe metingen voor. Je hebt allerlei metingen, daar kunnen we nog wel eens iets over zeggen. Dus, ja, dat is een hele lollige meting. Best country to be born in. Overigens, de top 5 zijn altijd hetzelfde. Altijd Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Zwitserland. Soms Nederland erbij, soms niet. Altijd hetzelfde liedje. Er werd nog eens aan Hillary Clinton gevraagd: van, Hoe komt het dat, dat, dat Denemarken zo'n fijn georganiseerd land is en Amerika zo'n zo soepsooi, zo'n onrechtvaardig klote land? Toen zei ze heel snibber: zei ze van, The United States is not a second Denmark and is not. Bekoon to become a second Denmark. Ik vond het maar een miserabel landje dat Denemarken. Maar ik vond het een weinig overtuigend argument van voor een tegenval eigenlijk dat, je zo, dat ze zo reageerden. Ik geloof dat het Bernie Sanders was trouwens die zei, Moet je eens kijken naar, die, naar, naar Denemarken of die andere kleine West-Europese landen, die kunnen hun land wel fatsoenlijk organiseren wij kunnen het niet. En daar had hij natuurlijk groot gelijk in. Maar goed, hij heeft de verkiezingen niet gewonnen. Wat vind je nou van die opmerking, die vraag over uh, conservatief-progressief, gekoppeld aan links-rechts? Oh, dat hangt er een beetje vanaf. Ik zou me zeggen, ik ben typisch een. Heb ik aan, aan de ene kant linkse opvattingen. Met name over inkomensgelijkheid en, 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 en behoorlijke uh, gezondheidszorg, dat soort van zaken. Dat is meestal. Uh, moet, dat, moet de overheid dat doen? Dat wordt als links beschouwd. Hey, denk aan Amerikaanse gezondheidszorg, die vrijwel. Voor een groot deel geprivatiseerd is. Nou, zie hoe, hoe dat werkt. Ik 18% van bruto product aan gezondheidszorg. En op de lijst te bungelen op plaats 14 of 15 of zo. Dus dat is bepaald geen reclame voor uh, volledig geprivatiseerde. Of grotendeels geprivatiseerde zorg. Maar ik ben ook in allerlei opzichten een betrekkelijk conservatief iemand. Je kunt heel goed, laten we zeggen. Uh, fatsoenlijk ouderwets links uh, kun je heel goed combineren met vrij conservatieve opvattingen op andere punten. Wil je nog eventjes naar een paar vragen uit het kieskompas kijken? Nu niet allemaal hoor, maar een paar. Jawel hoor. Ik ga ook nog een schilderij doen. Ja, ja, ja. Dat, ik moet zeggen, jammer. Misschien moeten we het schilderij aan het begin doen. Het begint een beetje te denken aan mijn moeders concertabonnement. Mijn moeder had een concertabonnement. Ik weet niet of ik het wel eens verteld heb. Nee, dat heb je niet verteld. En mijn moeder was dol op klassieke muziek. Maar die, die organisatoren van die concertabonnementen... die wilden ook dat de luisteraars wel eens kennis mochten maken... met moderne klassieke muziek. Oké. Okay. Want als je dat als eerste programmeerde... dan keek mijn moeder naar wat er gespeeld werd... en zei ik ga niet. Oh, ja. Ik je hebt er geen zin in. Ja. Dus dat deed ze heel geraffineerd. Eerst kreeg je een stukje uit het ijzeren repertoire... Ja, dat kan wel alles zijn, Mendelssohn, Mozart, nou het een bekende werk zal ik maar zeggen. En dan kwam er een stukje modern en dan weer een stukje eh, ouderwetse klassiek. Want anders, anders ging mijn moeder niet. En ja, je begrijpt dat mijn moeder niet de enige was. Zo werkte dat, want dat, die abonnementhouders, het waren in het algemeen natuurlijk geen muzikale vernieuwers. Oh ja, ja, precies. Nou, dat is bij onze, dat is bij onze podcastluisteraars kennelijk ook zo. Dat inhoudelijke vernieuwing, daar zitten ze niet op te wachten. Ja, of ze vinden het te specifiek misschien. Dat ze denken, ja, kunst, moeten we daar nou mee? Ja, dat is heel treurig als ze dat denken, is dat heel treurig. Maar goed. Even kijken, ik moet even wat, wat zaken invullen. pakken we er even een paar vragen bij. Kieskompas.nl Dat is in ieder geval degene die we nu pakken. Volgens mij kun je er een heleboel doen, maar uh, deze hebben we in ieder geval eventjes uitgekozen. En euh, jij raadpleegt dit denk ik nooit, hè? Nou, ik heb het wel eens ingevuld. Dit okay, is toch waar je dan, als je het invult, weet je wat je stemmen yeah, moet, toch? Ja, yeah, daar kwam bij jou 50 plus uit, toch? Nee? <that's> 50 plus. Nee, het kwam er altijd uit, de SP. Oh, de SP, dat was het, ja. En het, dat had ik altijd invul dat het Koninklijk Huis spoedig afgeschaft moest worden. Yeah, yeah. Maar dat is ook de discussie die je vaak hoort, van dat, dat dus op provinciaal niveau heel veel zaken uh, ja, uh, erbij gehaald worden die dan niet die de provincie nee, helemaal niet bepaalt. Nou, ja, ik dat, dat de provinciale staten opgehangen worden eh, aan, aan, de, aan de landelijke politici ja, en aan de landelijke politieke vragen. Nou is er op dit moment een vraag. Dat is het stikstofprobleem. Ja. Dat speelt in alle provincies natuurlijk, dat is zo klaar als een klontje. En dat is ook een nationaal probleem. Dat is, daar heeft trouwens de nationale overheid, de regering heeft dat zelf veroorzaakt... ...door dat te de delegeren naar de provincies. Juist. Geen zin om zichzelf natuurlijk vies te maken met die mist aan hun wingers. Ja, dus vandaar. En nu zitten we daar op dat punt met de gebakken peren. Maar de meeste dingen die hebben natuurlijk geen provinciale context. Dat is wel duidelijk. Je kunt kiezen uit helemaal mee eens, mee eens, neutraal, niet mee eens... ...helemaal niet mee eens of geen mening. Ja, fijn. De eerste vraag is: Er moeten meer windmolens in de provincie Utrecht komen? Nou, dat lijkt me nog niet de locatie voor grote windmolens, eerlijk gezegd. Dus niet mee eens. Er We zijn wel uh, vanuit. Maar het is natuurlijk een beetje not in my backyard. Maar goed, uh, het, het lijkt mij dat Utrecht is toch niet het meest winderige sectie van Nederland, als ik het wel heb. Is het niet zo dat overal, dat het over het hele land eerlijk verdeeld moet worden? Dat een provincie moet bepalen daar... Nee, ik zou daar... windmolens zetten daar waar het meeste waait. Dus dat hier, vandaar ook dat de grote windmolenparken allemaal op de Noordzee worden neergezet. Oké. Okay. De maximumsnelheid op provinciale wegen moet op veel meer plekken worden verlaagd van 80 naar 60 kilometer per uur. Daar ben ik er 100% voor. Oké, okay, dat is wel heel langzaam hè, 60. <laughs> 60 joh. Als je een gemiddelde van 60 maalt, volgens mij is al heel lang. is het overheidspolitiek. dat is je op een normale rit in Nederland. de gemiddelde. Dus dat je 60 kilometer aflegt in een uur, dat zo hoort het te zijn. Oké, okay, waarom vind je 60 prettig? Ja, ik ben al, ik ben al lang geleden genezen van de hardrijderij. Oké, okay, maar. maar ook... Ik was een zogenaamde scherpe rijder, maar daar heb ik verzameld spijt van. Oké. Okay. De provincie moet bestaande nat natuurgebieden uitbreiden, ook al verdwijnt er dan landbouwgrond. Ja, daar ben ik glad voor. En waarom? Nou, een beetje natuur erbij, dat er kan geen kwaad. En de vraag is of die landbouwgrond, hoe, hoe efficiënt het gebruik daarvan eigenlijk is. Oké, okay. dan deze, dan moeten er moeten zoveel mogelijk woningen gebouwd worden in uh, Polder-Rijnenburg, ook als op deze plek dan geen duurzame energie opgewekt kan worden. Ik ben nou verteld waar Rijnenburg is, is dat in Utrecht? Schijnbaar. Ik heb Utrecht ingevuld bij de uh, locatie. Nou ja, kijk, er moet in Nederland er moet een miljoen huizen worden gebouwd. als ik het goed heb begrepen, voor 2030. Dus ja, ik zou zeggen, bouw maar. Maar bouw op een zodanige manier dat, dat laten we zeggen, de lacunes in de huizenmarkt dat die opgevuld worden. Ja. En dan peperdure appartementen hebben we niks. Ligt ten, eh, onmiddellijk ten zuidwesten van het knooppunt Oude Rijn. De A12 en de A2 vormen de noord- en de oostgrens van het gebied. Ja, van mij mag daar gebouwd worden. Okay. Ja, wie ben ik? <laughs> Je zult er maar een leuk boerderijtje hebben. De meest milieuvervuilende bedrijven moeten weg uit de provincie Utrecht. Ook al gaat dat ten koste van de werkgelegenheid. Nou, dat, dat lijkt mij op zichzelf een beetje een gemakzuchtig soort van stelling. Ik zou, kijken, ik zou zeggen, laten die milieuvervuilende bedrijven kijken of ze iets minder milieuvervuilend kunnen produceren. Bijna altijd blijkt dat heel goed zo te kunnen zijn. En dat lijkt mij een verstandige. Oké, okay, dus niet mee eens? En niet in deze simpele vorm ben ik het er niet mee eens. Oké, okay, maar helemaal niet mee eens of niet mee eens? Niet mee eens. Okay. De provincie moet extra geld investeren in het openbaar vervoer, ook al is er dan minder geld voor het autoverkeer. Ja, dat vind ik dubieus. Eh, ik vind op zichzelf, denk ik, is het nuttig. Ik weet niet precies waar en hoe je moet investeren in het OV. Dat lijkt mij op zichzelf verstandig. Eh, het OV kan trouwens, naar mijn idee, nog aanzienlijk verbeterd worden in zijn efficiëntie. Ik heb al eerder aan de orde gesteld dat, vooral voor oudere mensen die slecht te been zijn. Het OV bepaalt niet ideaal in elkaar steekt. Het is allemaal hartstikke leuk als je 16 bent en naar school moet of 35 bent en voorheen bent met een rommeltje met boterhammen. Maar als je tegen de 80 loopt, valt het niet mee om een, een reis met het OV te maken. Dus ik zou zeggen, en, en wees realistisch, mensen willen ook dat ze met hun auto eh, eh, van en naar eh, door hen gewenste plekken gaan. Ik zat gisteren nog even in de bus en dan zat een oma naast me met twee kleinkinderen. En die hoorde ik ook zeggen: Afschuwelijk dat busvervoer. Die, hoe hard ze rijden en ik vlieg <laughs> naar alle hoeken toe. Ja, succes. Ze, Zij ze, ze, ze vliegt ook naar alle hoeken toe, zoals alle bejaarden. Ja. Want je bent niet meer zo, zo, zo handig ter been. Hè? Je hebt niet meer die, die, dat, die natuurlijke aanleg van de slingeraap. Hè? Die langs al dat buizensysteem in die bussen en zich naar achteren slingert. Nee. Ik vind het altijd even gezellig in de bus. Ja, maar de, de, vooral de 80-jarige is niet op zoek naar gezelligheid in het OV. Maar je hebt toch zo'n apart stoeltje waar je kunt zitten ja, voorin? Oh, is dat zo? Ja, zo'n apart... Speciaal aparte, voor ouderen? Speciaal, ja, de, met zo'n plaatje met zo'n... iemand als je met, met twee ouderen bent, dan ja, ook. moet je met elkaar op schoot zitten? Nee, dan kun niet? je naast elkaar zitten of tegenover elkaar. Oh, Oké, okay. dus je ziet, ik ben al lang niet meer in het OV geweest. Maar ben je het nou mee eens of oneens? Dus extra geld in het openbaar vervoer? Eh, ik zou willen weten waar de knooppunten zitten... Ik wil weten waar, hoe en wat. Maar ben je dan niet? In dus... algemeen, in brede zin zeg ik niet. Oh, meteen extra. Net als met onderwijs. Extra geld voor onderwijs. Iedereen zal tegen mij zeggen. Ja, natuurlijk, onderwijs. Maar als dat, als dat ertoe leidt dat in de, in de management, middenkader. Midden en niet waar meer mensen aan werken die geen onderwijs geven, ben ik er normaal niet voor. 0,0. kom okay, maar, neutraal dan? Neutraal nou, neutraal. We maken dat neutraal. Van. Om de uitstoot van stikstof te verminderen, mag de provincie boeren gedwongen uitkopen. Ja, daar ben ik wel voor. Oké. Okay. De BBB is pertinent tegen. Ja, he? dat begrijp ik. Dat is het, het breekpunt ook, ja, wat zij gaan noemen. Ik ga ook niet op de BBB stemmen, dus. Nee. Maar dat is wat, wat uh, Vullings dus eerder zei. Van, uh... Ja, nou, het kan best zijn dat ze daardoor buiten de coalities blijven. Hangt ook een beetje natuurlijk af van het... Van het resultaat. Maar dit is de strategie. Als er natuurlijk geen meerderheid kan worden gemaakt zonder de BBB, dan zit je met een puntje. Ja. Bovendien zul je ja, misschien een heel rare toestand krijgen. dat in de ene provincie wel beleid gevoerd wordt, in de andere niet. Dus ik weet niet precies wat er dan gaat gebeuren. De minister liet er eigenlijk weinig twijfel over bestaan. dat er tenslotte gewoon eh, dat men tot dwang zou overgaan. Precies. Maar de BBB, mevrouw, die is dus nu al bewust. Strategisch ja, vooraf. Goed. Dan zegt ze dus: Ik ben tegen het dwang van de overheid. Ja, dan zal de overheid zeggen: dan gaat in dit geval gaat het nationaal belang voor het individuele of provinciale belang. Ja, en dan zegt zij: dan doe ik niet mee in de provincie. Ja, dat kan, dat kan zijn. Dan is het tegen. Maar misschien moet het dan door een minderheidscoalitie worden uitgevoerd, geen idee. Ja. Denk je dat ze echt trouwens op die uh, tractor kon rijden? Of dat dat puur een stunt was toen ze toen in Den Haag was? Ik heb begrepen dat met tractor niet zo heel ingewikkeld is tegenwoordig. Die zullen ook wel een automaat hebben en zo, een stuurbekrachtiging. Oké. Okay. Ik vond pas op een tractor gereden, ik vond het een onmogelijk ding. Maar goed, het was, was ook een beetje een bejaarde tractor. Ja, je moest zelf sturen en gas geven? Ja, 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 ik moest zelf sturen en gas geven. Hoe ja. ging dat? Nou, moeizaam eigenlijk. Maar goed, ik heb, ik heb het hele traject door die wei heb ik, heb ik gereden. Daar, moest, daar moet de beeldmateriaal van zijn. Ja, ik heb de gekste dingen gedaan. Ik heb ook een half uurtje gewerkt bij de McDonald's drive through ja, ja. Dus, uh... Dat heb ik nog eens gezien ergens op YouTube, staat dat volgens ja. mij, ja. En toen ging je toch nog een gesprekje aan met die mensen waarom ze daar dat eten kwamen ja. halen. Dat is hartstikke leuk. Je had ook zo'n cap. Je had ook zo'n cap. <laughs> een hesje had ik aan. Oké, okay, de, de provincie moet meer ruimte maken voor fietsers. Ook als auto's dan minder goed kunnen doorrijden. Daar zou ik ook weer zeggen. Dit is allemaal, allemaal entweder-oder, moet je dat zeggen? Of-of vragen. Ik zou zeggen: kijk eens uh, waar je, uh, wat de gevaarlijke punten zijn. Kijk eens waar de ongelukken gebeuren. Vaak, vaak blijken er locaties te zijn waar, waar elk jaar drie dodelijke ongelukken gebeuren. Dus ze zeggen. Kijk eens waar dat is. Maar zet een paar van die spelden op zo'n kaart. En kijk eens waar je de, de doorloop van het verkeer. en sneller en veiliger kunt maken. Oké, okay, maar ben je het dan, dan niet mee eens of ben je dan neutraal? Nee, ik ben neutraal deskundig. Oké, okay, neutraal. Om zo, uh, zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken. mogen zonnepanelen ook op weilanden worden geplaatst? Ja, waarom niet? Weilanden, wat zei mijn vermoorden ook al de toven? Wat is nou een weiland in Nederland? Zo'n is gewoon Groenheugenveld. He, van, die, van die tapijttegels. Ja. Dat is Engels raaiengras. Daar groeit verder niks anders in dan Engels raaiengras. Provincie Utrecht moet zich verzetten tegen de komst van extra asielzoekerscentra. Nee, daar ben ik niet voor. Om de boeren te beschermen, moet de provincie zich verzetten tegen het landelijke stikstofbeleid. <laughs> dat lijkt me gewoon stom. Ja, dat kun je. Kun je een, een tijdje kun je het in een treuzeltempo zetten. Maar dat heeft geen. Er zal tenslotte iets moeten gebeuren en dat zal ook wel gebeuren. Ja, dat de overheid het eindeloos laat slepen en alles maar weer een beetje, beetje uitstelt en de andere kant op kijkt een tijdje. Nogmaals, dit probleem is al heel oud en er zal ooit iets aan gedaan moeten worden. Dus je bent het er niet mee eens? Nee. Provinciale wegenbelasting die moet worden verlaagd, ook al moet de provincie daardoor bezuinigen. Nee, daar ben ik helemaal niet voor. <laughs> Ik zou niet eens weten, hoe wordt dat geïnd? Nee. Ik heb geen idee. Dat is niet wat de R2 Ik weet helemaal niet wat ik hoeveel ik aan wegenbelasting betaal. <laughs> ja. Ik heb eigenlijk geen flauw idee. Ik krijg nooit een brief. <laughs> <laughs> Misschien zijn ze mij vergeten, zou dat niet kunnen. je hebt de, volgens mij, nee, bij hybride auto's is het volgens mij, uh, kijk, elektrische auto's betalen niets aan belasting, denk ik hè? Jawel, maar je krijgt wel een soort korting. Oh. En volgens mij is dat wel een systeem. Of, 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 of is dat niet zo? Ik heb geen idee, dat durf ik niet dat te zeggen. Dat als je onder de 100 gram uitstoot per kilometer... zoiets niet geest... Ja, je ziet... hier ben ik volledig ondeskundig. De belangrijke besluiten... deze is leuk voor jou. De, de belangrijke besluiten moet de provincie een referendum uh, voor gebruiken. Ja, waar, waarom we... Laten we eerst eens wachten... of die referendumwet die je nu... In, in, na de pas, pas na de parlementaire verkiezing in tweede lezing twee derde meerderheid moet hebben hoe het daarmee afloopt. Mijn schatting is dat, dat, dat die weggestemd zal worden, die wet, dat, dat initiatiefvoorstel. Van de SP hè, is dat toch? Ja. En, en ik vind uh, referenda op provinciaals niveau, vind ik echt idioot. Inwoners met een laag inkomen moeten gratis gebruik kunnen maken van provinciaal streekvervoer. ook al kost dit de provincie geld. Dat is dus dat punt wat op dat affiche. Ja, daar ben lachen. ik wel voor. Ja, oké. Okay. En de provincie moet toestaan dat mensen permanent in een recreatiewoning kunnen wonen. <laughs> nou ja, dat doen ze nu al. Dus ik ga zeggen. sanctioneer het maar. Wat wil je daarmee zeggen? Dat dit natuurlijk in een land wat, wat geteisterd wordt door een vrij ernstige woningnood. Uh, ook met name voor jonge mensen die geen kant op kunnen als ze iets willen kopen. Uh, en ik begreep dat de huur ook niet breed aangeboden wordt. Uh, zou ik zeggen, ja, een noodoplossing, daar zijn we het allemaal over eens. Maar okay. Ik ben er niet tegen. Bovendien heb ik begrepen dat handhaving vrijwel niet mogelijk is. Dus. Ja, het zijn dus die mensen die allemaal op die vakantieparkjes zitten. Mm. Ja. Maar wel de... die gescheiden mannen. Ja, dat er is volgens mij zijn een... Er schijnen vooral veel gescheiden mannen te zijn, toch? Ja. Er is een bedrijfje inderdaad die uh, adverteert daarmee. Van ben je ook gescheiden? Kun je bij ons op het vakantiepark komen zitten? <laughs> nou, kijk in de staakheren van. Nou. Ja, nou dan weet je al dat het, uh, dat het uh, lastig te handhaven is. Wat is het, moet Als ik er in... mee geadverteerd kan worden. Wat moet ik invullen? Dat ik het zo moet blijven als het is. Gedogen. Is dat, is dat, de, dat er niet bij? Gedogen. Is, is dat neutraal? Dat is neutraal. Oké. Okay. We zijn er bijna hoor. In de provincie Utrecht mogen nieuwe bedrijventerreinen komen, ook al verdwijnt er dan groen buitengebied. Ik ben tegen nieuwe bedrijventerreinen. Maar dat komt alleen omdat ik vrij zeker weet dat de oude bedrijventerreinen niet erg effectief gebruikt worden. En dat mensen altijd zijn voor nieuwe bedrijventerreinen. Maar je kunt veel beter op oude bedrijventerreinen de maximale ruimte gebruiken. Dus daar ben ik tegen. In de provincie Utrecht mag een kerncentrale komen. Ja, daar heb ik geen bezwaar tegen. Ze toch met z'n allen opgeblazen worden. Dan. <laughs> en bovendien, voordat dat ding klaar is, ben ik al lang en breed dood. Je weet hoe lang het duurt om kerncentrales te bouwen. Heel lang, ja. Mannen eerst aanbesteed, onderzocht. Uh, protesten van de omwonenden. Heb <laughs> je het al gehouden? 2050, denk ik, voordat die dingen draaien. Inderdaad. ja, ja. ja. Om de aanschaf van een elektrische auto aantrekkelijker te maken, moet de provincie extra inzetten op het plaatsen van openbare laadpalen. Ja, dat zijn volgens mij al, ik weet niet hoe, wat, als er meer nodig zou zijn, zijn, dan zou ik zeggen, doe dan maar. Dat is toch, de bonus is dat toch commercieel, die laadpalen of niet? Toch niet gemeentelijk of, of, ja, of de, provinciaals? Sommige zijn van de gemeente. Daar staat dus een sticker van de gemeente Utrecht en, op. Nee, dan eh, korting of zo, gemeentelijke korting of, of nee, ik dat heb geen niet. idee, maar... Ik heb ook wel eens laadpaal in bepaalde wijken in Utrecht gezien waar dan zo'n laadpaalkleefboete gegeven wordt. Dus dan wordt er 25 cent per kwartier of zo'n... Ja, dat hoeft Dat is natuurlijk voorkomen terecht op zichzelf. Uh, ik, uh, ik heb geen idee. Ja, ik heb geen elektrische auto. En een van de redenen, omdat ik dat niet gedaan heb, was dat ik weet dat als ik om 11 uur thuis kom, s'avonds, wat vooral bij, bij optredens en zo het geval is. Ja, dat je, dat je, en je zou elektrisch rijden. Dan kun je hier in de buurt lang zoeken voordat je een paal kunt vinden. Dan moet je naar Bunnik. moet je hem daar gaan Ja, lagen. dan moet je naar dat superlaatstation. Zo is het. Ja. Maar nee, Bunnik is alleen voor de Tesla, dus dan moet je naar. Uh, nee, je kunt daar ook. Uh, ja, oh, dat kan ook. Er zijn twee stukjes. Maar ben je, het, je bent het niet mee eens, denk ik dan, hè? Extra laadpalen. Van mij mag dat natuurlijk. Besteed het maar aan. We zijn commerciële bedrijven. In de provincie Utrecht is geen ruimte voor de wolf. Nee, dat lijkt mij ook eerlijk gezegd. <laughs> ja, ruimte voor de wolf, wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat er zes roedels worden losgelaten op de, op de, op de Utrechtse heuvels <laughs> of zo? Nee, dat lijkt mij inderdaad. <laughs> Laten we dat beperken tot de Hoge Veluwe of, of andere eh, wat, wat ruime bemeten streken in Nederland. Okay, eh, als gemeente eh, onvoldoende statushouders eh, huisvesten, moet de provincie ingrijpen? Ja, dat, dat, dat vind ik wel, ja. Dat is die nieuwe wet, hè, die nu, of die nieuwe afspraak die is. Ja, ik afspraak... begrijp dat daar ja. de VVD ook tegen te hoop loopt, als ik het goed begrepen heb. Eh, maar daar zullen ze waarschijnlijk ook na de verkiezingen mee akkoord gaan. Oké, okay, dus er ligt een soort. En van... natuurlijk, er ligt natuurlijk een hele stuw meer van dingen waar ze nu allemaal falie kan tegen zijn. en zet er veel eisen over maken. En na de verkiezingen kan het allemaal geruisloos geregeld worden, hoop ik. De provincie moet de komst van grote distributiecentra tegenhouden... ook als daardoor banen verloren gaan. Ik heb geen idee hoe de druk van... Wat mij opvalt is dat als je regelmatig in de omgeving van Utrecht... de vierbaanswegen gebruikt... Dat daarbij, je kunt geen pap zeggen. Er staat weer zo'n gigantische doos zonder ramen bij. He, alleen al Jumbo, dat heeft dat toch. Eh, ben Nieuwegein. Ja, ja, God allemaal. Dat was een bedrijf, zeg. Echt gigantisch. Ja. Ja. Oh, ik dacht het is weer de ding, is maar dit is die man met zijn dode schoonmoeder op het dak. Ja. Oké, okay, dus ben je je voor of tegen? Eh, wa, wa, hoe, hoe was het geformuleerd? De provincie moet de komst van die distributiecentra tegenhouden. Ook als als banen dan verloren gaan. Nou, ik ben neutraal. Neutraal. Picnic heeft ook, uh, als je aan de rand... Maar die zijn niet zo groot. Die zitten volgens mij ook in bestaande panden Picknick, allemaal. Picnic, dat zijn die piepkleine autootjes, ja, toch? Ja, maar die hebben dus ook aan de randen die van... Die adverteren ook met zo'n zo modelletje van Picnic... Wat dan door de straat rijdt. Zo'n ja, supermarkt op de ja. ja, ja, ja. Provinciale wegen die mogen worden uitgebreid met extra rijstroken, ook al verdwijnt er dan groen. Nee, daar ben ik tegen. Dat is natuurlijk amelisweerd. Ja, ja zeker. Dat is ook niet nodig. Ik ben, ik ben tegen de verbreding van de A27. Ik ken dat punt vrij redelijk. Het is in het vaak zo dat je, als je de Rode weg opdraait vanuit zeg, de, de gemeentelijke infrastructuur... Dat het dan soms denk je, o jezus, het staat stil. Maar dan zie je al dat er een langzaam beweging is. Ik heb er nooit langer dan een kwartiertje gestaan. Nooit. Dus ja, moet je dan verbreden. Want je weet wat voor effecten je krijgt als je het verbreedt. Het wordt verbreed. Het loopt drie, vier jaar heel lekker door. En dan staan we er weer. Dat is een normale gang van zaken. En dan kun je ook zeggen: als je helemaal niks doet, dan wordt het alleen maar erger. Het is in de afgelopen jaren zeker niet erger geworden, naar mijn idee. Hmm. Je ziet toch al vrij snel dat, er, dat, het, dat het gaat. vaak, Omdat het, het vrij hoog ligt. zie je in de verte vaak al dat je. Oké, okay, het, het stroomt wel. Ja. Nou ja, het is als je naar binnen krijgt, al heel snel aan je linkerhand. Ja. heb je een hele zweert. Dat is een beperkt bosgebied. Ja, god, wat is dat in Nederland? Hè? Ja. Hoe is het ook weer wat is natuur nog in Nederland, niet waar dat, dat, dat punt waar het dan stilstaat eventjes of, of langzaam gaat, dat is vlak daarvoor. Ja. Want onder andere omdat het dan aftakt naar de A12, niet waar zie je al, al op je wat hogere standpunt, zie je al dat er beweging in zit. Precies. Als gemeenten onvoldoende sociale huurwoningen bouwen, dan moet de, uh, moet de provincie hen ook dwingen dit te doen. Nou is dat de taak van de provincie? Dat weet ik niet hoor. Zoals een politieagent. Het lijkt mij meer dan dat het ministerie van Volkshuisvesting zich daarmee moet bemoeien. Niet mee eens dus? Nee, dat lijkt mij geen provinciale taak. Oké. Okay. De provincie moet vaker opkomen voor de belangen van de boeren, ook als dit leidt tot schade aan de natuur. Nee, daar ben ik geen voorstander van. We hebben dat nu enkele decennia gedaan. Sinds de Tweede Wereldoorlog. En we zijn daar toch tegen de beperkingen aangelopen die, we, die er zijn. De provincie moet ervoor zorgen dat naar kleine dorpen vaker een bus rijdt. Ook al moet de provinciale wegenbelasting dan omhoog. Ja, ik ben er tegen dat in al die dorpen die busverbindingen verdwijnen. Nou moet ik je zeggen. Dat er stond zo'n stuk over in de krant. Er waren dan 1500 haltes verdwenen. Maar er blijken er tienduizenden te zijn. Dus dan denk je weer percentagegewijs. En als je ziet waar die haltes verdwijnen, dat is Friesland en Groningen. Ik neem aan dat dat een haltes zijn waar één keer per week iemand opstapt, ik weet het niet. Ja. Maar in principe vind ik dat het verdwijnen van die haltes, vind ik, daar ben ik tegen. Maar ik las ook nog eens dat de bus naar Bildhoven, dat die nu, in, nu nog niet, maar over een paar jaar, dat die, die ook willen schrappen. Oh ja? Ja. die lijn 77 is dat volgens mij. Oh, het lijkt me dat dat een vrij redelijk gebruikte busverbinding zal zijn, maar goed. Dat vermoed ik ook, ja. Even kijken, dus dan moet ik hier invullen. Er uh, moeten ervoor zorgen dat er vaker een bus rijdt. Ja, daar ben je het dus mee eens. Ja, ik vind wel dat het OV een maatschappelijke taak heeft. Er moeten meer woningen gebouwd worden, ook wel verdwijnen dan groen in het buitengebied. Wat is het buitengebied in Utrecht? Heel Nederland is. Nou, in Nederland het enige buitengebied wat we hebben in Nederland is Drenthe en Oost-Groningen. En, en misschien her en daar een stukje, maar. Nou, het gebied ik, tussen. Wij zijn er het gebied tussen Utrecht en Zeist. Daar ligt nog natuur. Zou dat het buitengebied zijn? Nou, ik zou niet van natuur willen spreken. Engels raakt zelfs als Ja. Maar natuur, nee. Voor mij, wat mij betreft, mag daar gebouwd worden. Ja, dat zal misschien een storm van verontwaardiging geven, maar ik zit er niet zo mee. Als gemeente onvoldoende duurzame energie opwekken, moet de provincie deze gemeente dwingen dit te doen. Helemaal nou, vragen van dat de provincie met het wijzende vingertje moet ingrijpen. Ja, dat lijkt me ook onzin. Oké. Okay. Ik mag niet op de taak van de, van de provincie, eerlijk gezegd. Ja. Om natuurgebieden zoals de Vinkenveense Plassen en de Utrechtse heuvelrug te beschermen, mag recreatie daar worden beperkt? Uh, daar ben ik... Uh, ik wil weten hoe en wat en wanneer, maar daar ben ik niet tegen. Maar ben je dan neutraal of mee eens? Nou, zeg maar mee eens toch. Oké. Okay. Ik de... bedoel, als je ziet wat, wat het massatoerisme in grote steden aanricht en... Op andere plekken, ook in bossen. We hebben dat toen met die covid-crisis gezien. Dat in op allerlei plekken toch de natuur gewoon overlopen werd door mensen. Ja, goed, wat is natuur? De hele vage Nederland, wat is eigenlijk natuur in Nederland? Vaak zijn de steden betere bewaarplekken voor de natuur dan, dan wat er buiten de steden ligt. De provincie moet bezuinigen op kunst en cultuur. Daar ben ik sowieso tegen. Ik wil wel graag weten waar het heen gaat, maar ik ben er toch tegen. En de provincie moet zich inzetten voor het verbreden van de A27, ook al moeten daarvoor bomen bij het bos van Amsterdam. ben ik tegen? Midden. Niet nodig. Oké, okay, dat was het. Uh, dan zijn er nog wat vragen. Op welke partij hebt u gestemd tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in 2021? d 66. Op welke partij bent u van plan te gaan stemmen bij de aankomende provinciale statenverkiezingen op 15 maart? De linkse combi. Uh... Even kijken of die erbij staat. Er is ook een partij Zwarte Piet is Zwart. Wat is dat voor partij? Zwarte Piet is Zwart. <laughs> dat zal een dol succes worden, denk ik. Ook een typisch provinciaalse zaak. Hoeveel vertrouwen heeft u in de overheid? En dan kunnen ze zeggen heel weinig vertrouwen, weinig vertrouwen, niet veel of uh, niet weinig vertrouwen. Vertrouwen of veel vertrouwen? Ja, dat is heel lastig te zeggen. <laughs> ja. Tot op heden hou ik, zeg ik, ik heb. ...beperkt vertrouwen in de overheid. Oké. Okay. Uh, als ik voor de Provinciale Statenverkiezing ga stemmen... ...houd ik daarbij ook rekening met de Eerste Kamerverkiezingen. Ja, dan moet je kiezen tussen helemaal niet mee eens... ...en alles wat daartussenin zit en, en helemaal mee eens. Nou, ik, ik ga nu zo stemmen dat ik in feite geen rekening houd... ...met de samenstelling van de Tweede van de Eerste Kamer. Oké. Okay. Goed. Nou, oh, dan krijgen we zo'n dingetje. Even kijken wat daar nou, wat daar nou uitkomt. Ik moet eens dus even kijken of dat. De om zo snel mogelijk opgesloten te worden. Kijk, jij zit uh, dichtbij um, Denk, provincie Utrecht, het CDA, ChristenUnie, D66. De, de SP staat er hier toch weer wat verder vanaf. ChristenUnie. Ja. Kijk, jij bent dat, dat stipje. Ja, maar dat zie je aan wat een stomme vraag. Want dat is een christelijk geïnspireerde partij. Dus daar zou ik toch sowieso niet op stemmen. Nee. Daarom zie je, je hebt niks aan dat ding. Hè? <laughs> ja. Dus uh, kijk, VVD staat redelijk ver van je af. En Forum en zo ook. Maar uh, CDA staat dichter bij je dan D66 blijkt dat dit uh, dingetje Dat zou best kunnen, want ik ga nu ook geen D66 stemmen. Nee. Mo is met de linkse combi dan. Ja, die staat daar helemaal. Oh, daar zit ik wel heel ver vanaf, zeg. Ja, SP ook en Volt ook. Nou, ja, je ziet mijn gematigdheid. Het is altijd... Uh... Maar goed, het wordt heel duidelijk gedemonstreerd. Ik ben geen uitgevoerd progressieve kiezer. Ja. Maar... Oké, okay, maar denk provincie Utrecht staat het allerdichtste bij je. Merkwaardig. Nou ja, ik, wat ik al zei, ik heb het meerdere malen gedaan in het verleden. Het levert nooit bevredigende resultaten op. Nee. Omdat je toch, ja, trouwens wie, wie is bereid om zo'n lange lijst door te lopen? Ja, waarbij bovendien veel van die vragen, ja, wat zal ik zeggen, lastig concrete beantwoorden zijn. Hoe vaak heb ik daarbij daarnet niet gezegd dan nou ja hangt er een beetje van af. Hoe zit het er precies? Nou, ja. Maar ik denk dat het de CDA wel blij is met deze steun in de rug. Die kunnen ze wel gebruiken. Ja, ze kunnen. Wat mij betreft mooie sier maken. Hier van Rossum stond dicht bij ons. We <laughs> zagen hem eigenlijk in de verte. <laughs> maar jij gaat niet op het CDA stemmen? Hè? Nee, ik ga niet op het CDA stemmen. Nee. Nee. Ik heb nog nooit gestemd op de partij die in die, in die, in die kijk en, en stemwijzers werd geïndiceerd. Daar zie je aan dat ik, ja, dat, 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 dat stem een heel complex afwegingsproces is. Hey, we zijn niet meer toegekomen aan het schilderij. Ik stel voor dat we dat de volgende keer doen. Um, abonneer je trouwens in de tussentijd op deze podcast als je niets wilt missen. Het is heel simpel. Als je abonneert doe je ons een groot plezier. En euh, nou, dan bedanken we je daar zeer voor. Tot de volgende keer. Hier ons om dit zo snel mogelijk opgesloten te worden. Heb je de live podcast over de oorlog in Oekraïne gemist? Vervolgens word je eigenlijk uitgemaakt voor een randenbiel die niet wist wat er aan de hand was. En dat vond ik zeker in het geval natuurlijk van Arendt Jan wel heel vreemd. Aangezien hij vrijwel nooit gelijk gehad heeft. De live-podcast is nu terug te luisteren als luisterboek. Tegelijkertijd hoef je dan weer niet meteen. niet waar wakker te schudden. omdat je ook hebt gehoord dat het Russische leger geen kloot voorstelt. en ook moeite zou hebben met Litouwen te bezetten. Geniet ruim twee uur lang van Maarten van Rossum op ouderwets studium niveau. De link naar het luisterboek staat in de show notes. Klaas Ariaans is de man die lef had. Hij gooide 95% van alle managers bij ABN Amro eruit. En dat deed hij met succes. Hij vertelt over zijn aanpak in de podcast C-Level. Je luistert de aflevering via de link in de show notes. En wil je weten wat podcasting voor jou kan betekenen? Kijk dan op streamy.audio. Streamy met een Y.